Kimberly, Nicole, Lisa en Camilla hebben na een zware examenperiode een busreis naar Spanje geboekt. De meiden zijn voor het eerst zonder hun ouders met vakantie en bij aankomst komen ze in het smerige appartement terecht. We kwamen aan en we kwamen binnen. Er kwam echt een walm tegen ons aan. En we deden de airco aan in de hoop dat het een beetje weg zou trekken, maar daar kwam een stank vandaan, je wil niet weten. Het appartement maakt een vervallen indruk. Er zitten vochtplekken op het plafond, de voegen zijn beschimmeld en het toilet is werkelijk te ranzig voor woorden. Mijn kussensloop zat vol vieze vlekken, het leken wel bloedvlekken. Het laken ook. Het lijkt alsof deze kamer in geen maanden is schoongemaakt. De ijskast is ronduit smerig en ook het uitzicht is verre van idyllisch. Als we ramen open doen hebben we tralies. Met een uitzicht op een muur en een verrot steegje. En een gordijn dat naar beneden is gevallen, boven op mijn hoofd. Nicole is gewond geraakt nadat een gordijnrail op haar hoofd is gevallen. En ook het douchegordijn in de badkamer komt spontaan van de muur. Anders flikkert er gewoon af. Ze kunnen hier niks vastmaken. Nee, dat is niet fijn. En dat is niet het enige, want in dit troebele water neem je geen frisse duik. Het zwembad is gewoon echt te vies geworden. De zijkanten zijn zwart aangeslagen. Ja, je wil het gewoon. Er ligt allemaal viezigheid. Ja, alsof het gewoon in geen jaren schoon is gemaakt, zeg maar. En er zijn dan wel mensen die erin willen zwemmen, maar wij raden het elkaar aan om het niet te doen. Een duik in deze ranzige pool staat garant voor gezondheidsproblemen. En de vriendinnen zitten in zak en as. Het is echt een enorme teleurstelling. We balen er ook echt heel erg van. Dan wil je eigenlijk bijna het liefst terug naar huis. Je blijft hier meer voor het mooie weer en de leuke dingen die er wel zijn. Maar het liefst wil je eigenlijk gewoon niet terug. Hygiëne-expert Rob Geus is in Spanje om vakantiegangers met problemen te helpen. Hij zoekt de meiden op in hun appartement en gaat direct aan de slag. Oké, nou, we gaan eens even kijken, dames. Is dat er al aan toen jullie... Ja. Oh, jongens. Daar op de kussen ook, ja. In de ijskast doet zich een bekend probleem met rubbers voor. Ja, je ziet ook toch weer zichtbare schimmels, hè, in de koelkast. Dat zijn ook weer van die plekken die weer heel vaak vergeten worden. Ja, kijk eens eventjes. Dit ligt gewoon lekker te rotten. Godverdomme. Dit is waarschijnlijk een vrucht geweest. Nou, die is nu in staat van ontbinding. En die ligt dan eigenlijk vlak bij je bed weg te rotten. Maar het ergste moet nog komen, want dan stuit Rob op de toiletpot. Wat ziet het er ranzig uit, joh. Oh, die achterkant, jongens. Het is ook heel erg warm en benauwd vochtig hier. Ja. En dan krijg je dit. Overal hier, ook wel, kijk. Ellende. Kijk eens, jongens. Vochtplekken op het plafond, dus dat houdt in dat je lekkage hebt. Wow. Zodra je hem aanraakt, valt hij eigenlijk zo meteen naar beneden. Ja, dit is gewoon onverantwoordelijk, zeg ik je. Dit is gewoon veel te warm en te vies. En dat wordt alleen maar erger. Want sterker nog, je hebt hier helemaal geen ventilatiepunt. Nee. Met het blote oog valt al genoeg ranzigs te ontdekken. Maar met behulp van deze UV-lamp komt er nog veel meer aan het licht. Kijk, als je nou zo kijkt, het is echt bloed. Het is helemaal onder het bloed. Waar slaap jij, joh? Echt heel vies. Ja. En hier, dames. Ja, zo'n kruppellijn naar beneden, zeg maar. Alsof er op die muur is gekwakt. Ja, nou, ik denk dat je gelijk hebt, schat. Vervolgens neemt Rob een kijkje bij het zwembad dat zo troebel is dat je de bodem niet eens kunt zien. Je ziet, hij is heel troebel, inderdaad. Met behulp van de aquacheck test Rob de zuurgraad van het zwemwater. Oké. De pH is veel te laag, 6,4. En de alkaliniteit is ook te laag. Dus het houdt eigenlijk in dat het water veel te zuur is. Daardoor is hij ook troebel. Dus ja, het is gewoon slecht. Een te lage pH-waarde van het zwemwater kan leiden tot diverse gezondheidsklachten. Zoals oorontsteking en huid- en oogirritaties. Rob meldt zich bij de receptie om verhaal te halen. I have a question. How often do you test the water of the swimming pool? Do you know that? Every day or every 2 days. Okay, but I did some tests. Yeah. And the results are very bad. En dat is nog zacht uitgedrukt, want in deze zure pool zou eigenlijk niemand mogen zwemmen. Rob zoekt de manager op en die is hij al eens eerder tegengekomen in een ander smerig appartementencomplex. Hey, what's happening now? Okay, second time. The room and the swimming pool are very, very bad. De manager neemt de problemen van de meiden serieus en hij besluit persoonlijk polshoogte te komen nemen. Priorities for us are electricity. Yeah. Things that make the apartment able to live in. Maar dan vragen wij ons af wat deze manager onder leefbaar verstaat. Kijk,
Yeah, yeah, but if you can remove everything of the apartment if you like. Hey, okay, but when they got in, it was there. I am sure that they didn't pay a five-star apartment, okay? These apartments are for young people. It's very, very, very dirty. And here, unbelievable, when you look. It's old, I agree. Mooi, dan zijn we het daarover eens. Maar nu nog de zuurgraad van het zwemwater. Want het is onverantwoord om de gasten hierin te laten zwemmen. But close it now, for now. Okay, well, okay, we will ask these people to leave. Yes, don't worry. It's possible that you leave the swimming pool, please. Okay. Yes, well. De manager neemt Rob's bevindingen serieus. Het zwembad wordt gesloten totdat de kwaliteit van het water kan worden gegarandeerd. Tomorrow you do the new test? Yeah, of course. Tomorrow it will be ready. Don't worry about that. Dit probleem is opgelost. Maar de meiden zitten nog altijd in een smerig en onveilig appartement. En aangezien het in Joret hoogseizoen is, valt het niet mee om een andere kamer te vinden. Maar dan lijkt er toch een opening te zijn. We can ask them to have a look. If they like it, then we can move them. De meiden worden overgeplaatst naar een locatie aan de rand van het centrum. Wegwezen hier. En in dit appartement blijkt het zwemwater lekker helder en fris te zijn. Kijk, ja, dames, hey. Dat is tenminste een zwembad waar je echt oprecht graag een duik in wilt nemen. Ja, graag. En ook de nieuwe kamer valt goed in de smaak. Voor Rob zit de klus erop. Rob, bedankt! Fijne vakantie! Dank je!